De afspraken die gemaakt zijn in het principeakkoord staan recht overeind. We wachten op eerste uitbetaling midden van de maand. En als die uitblijft, kan er van alles gebeuren, zegt bondvoorzitter Steve Geerlings van de Werknemersbond van de energiebedrijven Suriname EBS. De overeenkomst die afgelopen weekend bereikt is met de bond, is door de aandeelhouder vandaag teruggedraaid. De afgesproken verhogingen en privileges in de collectieve arbeidsovereenkomst worden teniet verklaard. De werknemers van de EBS zijn hierover niet te spreken en kwamen vanmorgen in een spoedvergadering bijeen. Geerling zegt dat het niet kan dat er vandaag een principeakkoord wordt getekend en morgen overboord wordt gegooid. Aan de werknemers is uitgelegd om te wachten op instructies van de bond. Het succesverhaal blijft naar zijn zeggen overeind. Wij wachten gewoon wat er gebeurt. Je mag weten dat er vandaag een werkneerlegging was. De medewerkers zijn helemaal verhit. Ook de districten komen de werkzaamheden lam leggen vandaag. We hebben als bestuur met de mensen gesproken vandaag. Dat men niet vanuit gegaan wat er in de pers staat. Men moet gewoon instructies wachten van de organisatie. Er heeft wat vandaag gestaan op Starnieuws. Vandaar dat er een behoorlijke... Ik reed aan het werk toen ik vaak vernoemde dat zoveel medewerkers aan de Saramakastraat zijn. Ik heb dus mensen overtuigd dat wat de bond getekend heeft op principeakkoord, getekend is door de directie, de FO en de RVC, dat overeind staat. Wij wachten gewoon op basis van de betaling. Midden van de maand moeten we wat krijgen, eind van de maand. Wij wachten gewoon naar de betaling midden van de maand. En als het niet betaald is, dan zult u horen wat we gaan doen na dat. Geerlings vindt het vervelend dat de informatie over de CAO, waaronder de privileges van de medewerkers, op straat is beland. Hij begrijpt de samenleving, maar de medewerkers hebben de privileges sinds de tijd van de OGEM. Je gaat die niet zomaar weg kunnen halen, legt Geerlings uit. Alle bedrijven of iedereen heeft privileges. Vanaf de president en alle groepen hebben privileges. Maar iedereen focust zich op EBS. Ik weet niet waarom. Alle bedrijven hebben ook loonsverhoging gehad. De anderen hebben 12% gehad. Anderen hebben zoveel lump sum gehad en zo. Ik weet dat men focust op die 500 SRD. Maar qua procentueel is het precies wat andere bedrijven hebben gehad. Wat wij hebben gedaan als bestuur. Er is een bedrag. En we hebben het verdeeld onder alle werknemers. Vandaar dat dat als 500 SRD is gekomen. Maar als je het procentueel uitgooit, is het net als alle plaatsen als de banken, Telesuur en de overige plaatsen die een loonsverhoging hebben gehad. Omdat dit systeem in bescheiden niet bekend is dat je één bedrag geeft aan iedereen. Zolang je gaat voor procentueel, hebben dat de mensen die met een grote salaris hebben, die gaan duizenden en honderden vooruit. Maar de kleine man krijgt bijna niets. Vandaar dat we voor dit systeem hebben gekozen. Eén bedrag voor iedereen. Laat het duidelijk zijn, want met schroef 500 SRD, zo voor money IBS bij kiezen. Nee. Qua bedrijfswijs kan het bedrijf het dragen. Aldus bondsvoorzitter Steve Geerlings. De afspraken die gemaakt zijn in het principeakkoord staan volgens hem nog recht overeind. Het wachten is op de eerste uitbetaling. En als die uitblijft, kan er van alles gebeuren, zegt de bondsvoorzitter.